Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video. Het is weer even iets anders dan een weekvlog. Deze video wordt wel een beetje in vlogstijl. Maar een beetje een vlog-unboxing eigenlijk. Ik heb namelijk twee best wel grote pakketten van de Zara binnengekregen. En daar ligt een heel erg groot pakket van Stronger die ik aan jullie wil laten zien. Want ik heb ook een kortingscode daarvoor voor jullie. Ik was natuurlijk van plan deze week eigenlijk weer gewoon normaal te gaan filmen. Alleen ik ben dus mijn vlogcamera... Mijn batterijoplader ding ervan kwijt. Dus ik film nu ook eventjes met mijn oude camera. Alleen het scherpstellen doet het niet altijd helemaal met deze camera. Dus ja, vanaf morgen ga ik weer gewoon verder met vloggen. Dan doe ik het wel gewoon met deze camera, denk ik. Dus eventjes de laatste gekke video die op dinsdag online komt. Vanaf volgende week dus weer gewoon lekker weekvlogs. Ik ga komend weekend ga ik met die meiden een weekendje naar Zeeland. Ik ga de hele dag foto's maken met Zoe. Dus dat zijn wel allemaal leuke dingetjes om voor jullie te filmen. Ik zie er nu ook echt niet uit. Ik kom net thuis van sporten. Maar daarom dacht ik misschien wel toepasselijk om eventjes mijn nieuwe aanwijzen van Stronger te laten zien. Ik heb namelijk nu ook een setje aan. Ik heb er net voor het eerst in gesport. Zat echt super lekkers van de nieuwe collectie. En ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Ik zal even beginnen met het setje die ik aan heb. Even kijken. Dat is allereerst deze grijze sportlegging. Echt een mooi kleurtje. Het is een beetje grijs gemeleerd. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Denk het wel. Maar ik heb deze in een XS. En deze zit echt perfect. Van achter zit hij ook gewoon mooi. En hij heeft best wel een hoge band wat ik lekker vind. En daarbij zit deze sport BH. Hij geeft niet heel erg veel steun, moet ik zeggen. Ik heb deze in een maatje S genomen, omdat ik normaal van Stronger altijd mijn topjes in een S heb. Maar deze had ik ook wel in een XS kunnen nemen, want hij is best wel een beetje aan de wijde kant. En op de rug, ik zal wel eventjes mijn trui uittrekken. Super chaotische video dit. En op de rug heeft hij helemaal een kruis lopen, wat ik altijd wel heel erg mooi vind bij sportsetjes. Dus dat is dus het eerste sportsetje die ik heb ontvangen van Stronger. En die heb ik ook nog in een ander kleurtje. Namelijk in een hele mooie koraalkleur. Die ga ik even aan jullie laten zien ook. Deze lijkt me ook echt super mooi voor straks met de zomer. Of als je weer wat meer bruin bent. En dat is gewoon precies hetzelfde setje die ik nu ook aan heb. Alleen dan een beetje deze rode koraalkleur. Echt super mooi. En wat ik bij dit setje gewoon heel erg fijn vind is dat lekkere ribbelstofje. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien of die scherp stelt. Ja, je ziet het nu wel een beetje. Dat vind ik gewoon echt heel erg lekker. Sorry trouwens als je... Kijk, zie je, die camera stelt af en toe niet scherp. Maar ik doe mijn best om toch deze video online te krijgen. Het kan zijn dat je af en toe wat wind hoort. Want het is vandaag de dag van Storm Corrie. Volgens mij die Storm Corrie. In ieder geval, het waait echt super hard. Dus misschien dat je dat hoort. Maar in ieder geval deze sportlegging. En daar zit dus ook weer diezelfde sport BH bij. Even kijken. Sport BH heb ik dus in een S en de broek in een XS. En dit is het sporttopje. Ook echt een hele mooie top. Zoals ik al vaker zeg, Stronger is echt mijn lievelingssportmerk. En dit is dus weer van de nieuwe collectie. Dus weer een nieuw modelletje. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Oh ja, en hier aan de achterkant staat ook nog Stronger. Dus dat is deze. En diezelfde heb ik ook nog een keertje in het zwart. Want ja, als ik eenmaal een chill sportsetje heb, dan... vind ik het chill om die in meerdere kleurtjes te hebben. Dus ik heb hem ook nog in het zwart besteld. Uitgekozen. Ook weer met zo'n ribbelstofje. Dus dat is deze. Ook weer in een maatje S. En, of broek in een XS, sorry. En dan weer het topje erbij. In een maatje S. Ja, kijk. Gewoon weer, precies hetzelfde topje als die rode. En die grijze. Dus hier ben ik echt super blij mee. En ja, ik weet, ik had hem vandaag ook aan met sporten. Net aan met sporten. En ik vond hem ook echt super chill en fijn zitten. Hij sluit gewoon mooi aan. Hij gaat niet lubberen of zo. Tot nu toe. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik ben eigenlijk over het algemeen wel heel erg tevreden. Altijd over de sportsetjes van Stronger. Even kijken. Dan heb ik daarbij nog een sportsetje. Even kijken hoor, wat dit allemaal is. Ik heb het alweer vergeten ondertussen. Oh ja, dan heb ik hier nog een sportlegging. En deze vond ik ook heel erg mooi, omdat verder is hij gewoon echt super simpel. Hij heeft echt niks bijzonders. Maar een hele simpele zwarte legging. Maar aan de achterkant bij je kont, of ja, bij je rug, staat dus heel erg groot
Stronger met witte letters. Dat vond ik wel heel erg mooi met een witte sport BH erop. Want ik dacht, dan komt het een beetje terug daarin. Dus die heb ik uitgekozen ook. Dat is deze. Het is verder gewoon vanaf de voorkant heel simpel wit. Maar aan de achterkant heeft hij dan een band staan met zwart. En daar staat dan ook Stronger op. Ik weet niet, ik dacht, ik vind dat wel een leuke combinatie om dan zo met elkaar te dragen. Dat wit met dat zwarte. En deze top heb ik in een maatje S. En achter zit hij ook mooi met gaas. En hier heeft hij ook weer een gat zitten. Dus die. En de broek heb ik ook in een maatje S genomen. Ik hoop dat die past, denk het wel. En hierachter zit ook nog zo'n gat waar je bijvoorbeeld een zak of een sleuteltje of zo in kan doen. Dus dat zijn deze. Ik moet ook echt mijn sportlaag gaan uitzoeken, want ik heb zo achterlijk veel sportkleding. Het is echt niet normaal, maar ja, ik vind ook alles gewoon oprecht heel erg fijn. En dan heb ik nog een zwart setje erbij. Zwart kan nooit kwaad natuurlijk. Dat is gewoon een simpele zwarte sport BH met een soort haltertje op de rug. Verder echt heel simpel. Zit volgens mij ook nergens Stronger. Hij wel hier aan de zijkant heel klein. Maar verder is het gewoon echt een heel erg simpel sport BH'tje. Deze heb ik in een S. En daar zit ook weer een zwarte broek bij. En die is ook gewoon lekker simpel. Deze ziet er wel wat groter uit. Er zit ook een S zeker. Ja, ik hoop dat ik deze pas. Want deze ziet er best wel groot uit. Maar die past dus weer bij die sport BH die ik net heb laten zien. Dus ook weer gewoon een simpele zwarte legging. Met deze keer twee banden hier onder aan je been. Vaak op de Stronger leggings zitten die boven aan je been. Maar dit is onder. Dus dat zijn weer alle items die ik van Stronger heb mogen ontvangen deze keer. En ik heb ook een hele kortingscode voor jullie. Want met de code FLEUR20 krijg je dus 20% korting bij je bestelling bij Stronger. Zoals jullie weten heb ik echt super veel Stronger kleding. Zou ik het echt iedereen adviseren. Ook vriendinnetjes van mij die dragen het heel erg veel. Die zijn er ook helemaal fan van. En ik ben vooral nu ook heel erg fan van deze met die ribbelstofjes van de nieuwe collectie dus. Dus die zou ik ook zeker adviseren. Dus ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Ik zal de kortingscode nog een keertje in de beschrijving zetten. Ja, en qua maten. Ik heb eigenlijk altijd van mijn broeken een XS en van mijn topjes een S. Maar als ik bijvoorbeeld zie op de website dat het wat kleiner valt. Bijvoorbeeld bij deze broeken heb ik dat waarschijnlijk gezien. Heb ik een maatje groter genomen. Dus dat een beetje qua maat. Verder vind ik het eigenlijk wel gewoon op maat vallen. Dus dat was alles van Stronger. En dan heb ik zelf nog twee bestellingen geplaatst bij de Zara. En dat ga ik even openmaken en aan jullie laten zien ook. Oh ja, ik heb dus een paar laarzen besteld. Oh, dus één bestelling denk ik. Ik heb losse bestellingen geplaatst, maar dan komt de rest denk ik morgen binnen. Ik had dus echt super gave laarzen op de Zara site gezien. Van die cowboy laarzen. Ik weet nog niet of ik ze ga houden. Ik weet niet of ze mooi zijn in het echt. Maar dat gaan we zien. Oh, ze zijn wel gaaf zeg. Oh, die hak zit wel gek. Nou, in ieder geval, dit zijn dus de laarzen. Het zijn hele hoge, mooie cowboy laarzen. Zwart met wit. En dan hier tussen, ik weet niet of je dat op camera kunt zien, maar dat is dus een beetje donkergroen. En hier zit een rood stipje. Alleen, ik weet niet, kijk. Wacht, ik moet natuurlijk even scherp stellen. Die hak steekt een beetje uit. Ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar ik weet niet of dat hoort. Kijk bij de andere schoen. Maar hier zit het ook een beetje. Beetje lelijk afgewerkt. Ik heb ze in een maatje 36. Ook hiervan zal ik overal de linkjes wel in de beschrijving van zetten en zo. Maar hier ben ik dus wel echt heel erg benieuwd naar hoe dit staat. Ik weet niet, ik vind cowboy laarzen zo intens leuk. Ook straks voor de zomer weer lekker van die leuke cowboy laarzen. Want het kan echt letterlijk met alles. Het kan met een jurkje, een rokje, een broekje. Het kan echt letterlijk met alles. Dus die. Oké, jongens, ik heb die laarzen aan en ik vind ze echt het einde. Ik vind ze zo leuk. Ik vind de hoogte ook leuk, zeg maar. Want soms zijn ze net iets te laag, waardoor het lijkt alsof je echt ziek dikke kuiten hebt. Nou, dat vind ik bij deze niet. Maar het enige waar ik me aan stoor is dus dat dit niet helemaal klopt, wat ik net liet zien. Ik vind het ook leuk dat ze zeg maar van dat zachte leer zijn, zodat ze een beetje gaan hangen zo. Oh, ik vind deze echt heel leuk. Ik denk trouwens ook dat ze van echt leer zijn, aangezien de prijs ook. Ze zijn €180. Achterlijk. Ik vind dit te leuk eigenlijk. Oké, hier ga ik nog even goed over nadenken. Want ze zitten ook wel echt heel erg lekker. Alleen, ik vind dit gewoon niet zo mooi, die achterkant. Maar ja, ga ik ze daarvoor terugsturen of kijk ik daar gewoon doorheen? Dit zijn wel echt lijpe laarzen. Oh my god. En dan heb ik hier nog een doos met kleding van de Zara. Dus
die ga ik ook even met jullie openmaken. Nou, een beetje anticlimaxje. Kijk, hier zit allemaal kleding in. Ga ik eventjes aan jullie laten zien. Zo, ik heb allereerst een blazer besteld. Ik zag deze op de website en die leek dus heel erg leuk met die laars en dan een shortje of zo. Als het goed is, ja, hij is echt super groot en oversized. Dit is een zwarte blazer. Even kijken hoor. Ik heb hem in een maatje XS en was 60 euro. En ik zal linkjes en zo in de beschrijving zetten. Dan hoef ik nu die quote niet op te noemen. Ik vind deze camera zo irritant, jongens. Oh my god. Sorry hoor. Maar ik wil zo graag gewoon een video voor jullie uploaden. En ik heb ook zoveel zin om weer te weekvloggen en daar lekker mee te beginnen. Dat, ja, maar goed. Ik moet echt even mijn andere camera gaan doen. Maar goed. In ieder geval deze hele grote zwarte blazer. Die was dus 60 euro. Dan heb ik een spijkerbroek. Ik zag deze op de website. En die vond ik eigenlijk wel echt heel erg mooi eruit zien. Ik dacht met een paar laarsjes eronder of zo. En dat is een lichtblauw. Oh, de camera lijkt hier wel heel fel. Maar het is in ieder geval een lichtblauwe spijkerbroek. En het is een beetje een straight leg. Maar toch wel weer strak of zo. Ik weet niet. Op de site zag het hier echt super mooi uit. Hij heette High Rise Straight. Hij was 40 euro en ik heb hem in een maatje 36. Mooi kleurtje. Ik heb even een spiegel hier neergezet, maar het is echt super donker. Ziet zo iets beter. Het is ook niet echt perfect licht, hè? Misschien beter met het licht uit. Ja, oké. Okay, ik hoop dat het zo'n beetje oké is. Maar in ieder geval, dit is de broek. Zoals je kunt zien is hij wel weer te lang. En hij plet wel alles een beetje. Verder ziet hij op zich wel mooi, maar hij, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik deze broek ga houden. Ik denk niet dat ik hier heel erg lekker in kan functioneren. Ik weet niet. Hij zit gewoon niet heel erg. Nee, je kan er gewoon niet heel erg veel mee, om het even zo te zeggen. Dit is die blazer. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat hij dubbel breasted is. Dat hij zeg maar dubbele knopen heeft. Ik heb deze dus in een XS. Ik had hem op zich ook nog wel een S leuk gevonden als hij nog iets meer oversized was. Maar hij is natuurlijk op zich best wel oversized al. Dus dit vind ik op zich wel heel erg leuk. Ook met die laarzen eronder. En dan had ik dus op de website een heel erg leuk outfitje gezien. En dat was allereerst dit fluffy topje. Hij is echt super lekker zacht. Zoals je misschien kunt zien. Verder van voor is het gewoon een heel erg simpel topje. Maar aan de achterkant is hij dus helemaal open met je rug. Wat ik wel echt heel erg leuk vond. Deze heb ik in een XS en was 26 euro. En die kan je dus hieronder kan je die dus strikken. En die hadden ze dus op de website aan met een hele leuke broek. En dat is deze beige-achtige broek. Ik heb hem in een 34 en 36 besteld. Ik heb hem twee keer besteld. Omdat hij zag er echt zo groot uit op de website. Dus ik dacht, nou, ik doe maar voor de zekerheid even twee maten. En daar heb ik denk ik wel goed aan gedaan. Want dit is die 34 en die ziet er echt wel super groot uit. Maar echt een hele mooie kleur binnen wit. En verder is het gewoon echt een hele grote wijde broek. Maar op de site hadden ze hem dus zo gecombineerd. Vond ik wel echt heel erg leuk. Met een paar laarsjes eronder. Dus die heb ik in een 34 en die was 40 euro en dus in een 36. Maar zometeen tijdens het passen zien jullie wel welke het wel is geworden qua maat en welke niet, denk ik. Dit is die broek in een 34. Nou, ik ben blij dat ik ook een 34 heb besteld, want deze zit echt perfect. Ik had geen grotere maat moeten hebben, denk ik. Nou, of ik ga die 36 wel eventjes passen. Misschien is dat model wel iets wijder, hoort dat wat meer, maar ik vind het op zich zo wel leuk. Dit is dat topje, die heb ik in een XS. Had op zich ook in een S gekund, maar zo vind ik hem ook wel gewoon prima en mooi. En dit is hem op de rug. Ik vind het echt een heel erg leuk setje. Ze hadden deze dus gewoon zo soort van klaarstaan op de Sarah-site. Echt heel erg leuk. Maar ik ga die broek ook nog wel eventjes in een 36 voor jullie passen. Dit is de 36, maar deze vind ik wel echt groot zitten. Kijk, ook hier gaat het helemaal lubberen en ja, nee, ik ga die 34 denk ik houden. Want ook hier aan de achterkant zit die gewoon best wel wijd. Dat vind ik gewoon niet mooi. Dus advies met deze broek, neem een maatje kleiner dan dat je normaal hebt. Want bijvoorbeeld die spijkerbroek van net, dat was wel een 36. En die zat echt best wel strak. En ja, dit is een 36 en die zit gewoon echt veel te groot dus. Ik dacht eigenlijk dat er nog meer van de Zara binnen was. Waardoor ik dacht, grote Zara shoploeg. Maar dat moet denk ik nog binnenkomen dan. Want ik heb het in twee delen besteld. Dus dat moet dan morgen denk ik komen. Maar goed, dat zal ik dan wel in de weekvlog aan jullie laten zien. Ja, oh, ik zie er ook echt niet uit. Sorry, wat erg. Maar dit was in ieder geval eventjes deze
soort vlog, shoplog iets-achtig. Ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vinden dat er alsnog een extra video vandaag op de dinsdag online is gekomen. Zoals ik zei, vanaf volgende week worden het dus weer gewoon lekker weekvlogjes. En ik hoop dat ik ook lekker veel extra video's kan gaan opnemen om die dan op de vrijdag te plaatsen. Dat lijkt me wel heel erg leuk om weer lekker actief bezig te zijn. Ik heb het weekvlog ook echt oprecht heel erg gemist. Ik heb natuurlijk eventjes een maandje ongeveer of zo, nou langer eigenlijk zelfs, anderhalve maand of zo eventjes niet gedaan. Ik denk dat dat wel eventjes goed was en eventjes lekker was of zo voor mezelf. Maar ik heb er wel weer echt super veel zin in om wel lekker te gaan weekvloggen. Dus vanaf volgende week kunnen jullie weer een weekvlog verwachten. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Met de code FLEUR20 krijg je dus 20% korting bij Stronger. Alle linkjes staan in de beschrijving. En dan hoop ik dat jullie het toch een beetje leuk vonden deze video. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Doei!